Nou, ik heb zoals je ziet een fantastische collage gekregen. Ik heb dit werk ook, maar ook haar werk in wat bredere zin, dus meerdere voorbeelden daarvan, heb ik voor het eerst gezien bij de open atelierroute van een paar weken geleden. En ik was erg onder de indruk daarvan. Ik heb Floortje ook ontmoet. Ik was ook onder de indruk van haar en wat ze daarover kon vertellen. En dit werk viel me ook gewoon op door al die ja, echt iconische gebouwen van Almelo in een bijzondere samenstelling, waarbij je bijna denkt dat het ook zo in daadwerkelijkheid in Almelo staat. Dat is natuurlijk niet zo. Dit is Almelo in een notendop en ik vind dat geweldig om te zien. Wat is de reden of de aanleiding geweest dat je jouw collage hebt aangeboden aan wethouder Margreet Overmeen Pakhuis? Omdat zij de wethouder van cultuur is en ik heb deze stadskat gemaakt aan de hand van een serie katten die ik heb gemaakt en daar moest naar mijn inziens een stadskat bij. En ik heb dus de collage samengevoegd met allemaal gebouwen uit Almelo en ik heb de foto's van Bjorn van der Elst gekregen. En ik dacht, er moet dus wel een kat bij. En nu hangt het op haar werkkamer in het stadhuis. Ja, en daar ben ik super, super vereerd door. En dit hoort ook gewoon bij haar in de kamer te hangen. Want het is van de stad. Dus ja. En ik hoop dat ze er heel veel plezier mee zal beleven.